Nee, ja, we beginnen niet goed. En uiteindelijk win je dan toch op zich die eerste set wel redelijk makkelijk. Maar blijkbaar was het genoeg om vandaag te winnen. Ja, verbaas jou dat nog? Ik had wel de indruk dat Dynamo doet de laatste tijd heel goed. En we moesten natuurlijk wel oppassen dat we niet onderuit gaan, of zouden gaan zoals Sneek en Weert hebben gedaan. Dus, maar uiteindelijk doen wij het goed genoeg blijkbaar. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat dit Dynamo in deze vorm de ploeg was die Weert kon verslaan en een puntje van Sneek kon afpakken. En Weert is eigenlijk jullie grote uitdaging. Ja, ik weet ook niet wat er gebeurd is die wedstrijd. Het was een hele rare wedstrijd en hij kantelde echt in de derde set geloof ik en toen was het weg bij Weert. Ik denk dat ze die klap niet erboven kwamen en dat het daar misging. Nu was de eerste set heel rommelig, maar winnen jullie makkelijk. Die tweede set, nou, dat kan je ook schriftelijk afdoen. Die derde set komen ze nog wel behoorlijk terug. Heb je ooit het idee van, we lopen gevaar? Nee, had ik helemaal niet. Je merkt wel dat je gewoon, we laten een paar ballen laten we, lopen. We spelen niet goed genoeg. En uiteindelijk dan zien we dat het moet en dan doen we het wel. Dus dat vond ik wel goed. Maar we hadden dikker kunnen winnen. Dat zegt wat over de kracht van Sliedrichsport dit seizoen. Zegt misschien ook wel wat over de Dela League. Kun je in het algemeen zeggen dat die Dela League misschien wel ietsje zwakker is geworden en jullie misschien wel ietsje sterker? Nee, ik denk dat hij juist sterker is geworden, maar wij ook. Want ja, je ziet dat iedereen van elkaar kan winnen. En de ene week wint Dynamo van Weert en dan wint Weert weer van Sneek. Het gaat echt, iedereen wint van elkaar. En, Dat is niet waar hoor, niemand wint van Sliedrecht namelijk. Nee, ja, niemand wint van Sliedrecht, wouden we graag zo houden. Ja, maar dan is het echt een beetje niet waar wat je zegt. Dan zijn jullie misschien wel echt zoveel sterker. Ja, ik denk dat wij sterker zijn geworden, maar ook de andere teams. Maar blijkbaar zijn wij nog sterker geworden. En want dit was ook niet je sterkste opstelling. Ik bedoel, Lynn Thijssen gaat dan ook mee trainen met Oranje. Jullie hebben best wel veel speels die dat doen. Knip, Molendijk, jij? Het was niet allemaal nodig om dat in te brengen. Nee, ja, blijkbaar niet. Je ziet dat we met iedereen kunnen spelen, maar dat is denk ik ook onze kracht. We hebben een hele brede selectie en het maakt niet uit wie er speelt. We kunnen met alle opstellingen blijkbaar winnen. Dus. Ook op een mindere dag, dat is dan duidelijk. Jullie moeten deze wedstrijd wel spelen na een teleurstelling in Europees verband. Is dat nog lastig? Nee, want ik vind eigenlijk dat we die Europese wedstrijden, de eerste niet zo goed gespeeld hebben, maar die tweede hebben we echt eigenlijk wel heel goed gespeeld. Maar zij waren gewoon echt een maatje te groot voor ons. En ja, het was dus inderdaad wel weer de zaak om scherp tegen Dynamo te spelen, want het is natuurlijk wel een niveauverschilletje. Maar dat hebben we goed gedaan. Of na een matige start hebben we dat goed gedaan. Goed gedaan is 3-0 winnen. Kan jij kort uitleggen dat je drie Europese niveaus hebt en hoe dat precies een beetje zit? Ja, je hebt de Champions League en dan de CUV Cup. Daar hebben we de eerste ronde in gespeeld. Omdat we die verloren, gingen we eentje lager naar de Challenge Cup. En we zijn natuurlijk vorig jaar kampioen geworden. En normaal heb je dan recht op Champions League. Maar omdat Nederland niet hoog genoeg staat op de ranking, hebben we daar geen plaats voor gekregen. Dus begin je met de 1 of 2 plaatsen in de CUV Cup. En de rest, 2 in de CUV Cup en de rest de Challenge Cup. In die CUV Cup speel je al een tijdje geleden tegen Baku uit Azerbeidzjan. En dan gaan jullie de best wel behoorlijk hard af. Ben je daar eigenlijk van geschrokken toen? Nou, eigenlijk niet, want we zijn er heel vrij in gegaan, omdat we wisten dat zij met het hele team van Thailand speelden ongeveer. Dus we hebben gedaan wat we konden, maar we wisten ook wel dat het voor ons niet haalbaar was om daar te winnen. We zijn er wel voor gegaan, maar het zat er niet in. Maar dat is zo mooi. Iedereen zegt dat. Ja, Europese ervaring, jonge team enzovoort, jong team enzovoort enzovoort. En dan gaan jullie naar die Challenge Cup door. Dan hoop je toch wel dat je misschien een rondje verder kan komen. Maar dan tegen Boekarest, het vierde team van Boekarest blijkt veel sterker dan het beste team van Nederland. Is dat vreemd? Ik vind het heel jammer dat het zo is. Want je ziet gewoon dat we in Nederland hebben we eigenlijk vrij weinig, weinig weerstand. Je ziet gewoon dat we winnen best wel veel, eigenlijk alles tot nu toe. Maar, en dan kom je Europees en dan blijkt je dat je tekort komt. Zelfs inderdaad in de Challenge Cup tegen inderdaad de nummer 4 van Roemenië. Ja. Dat vind ik wel heel jammer en dat zeiden we ook na de wedstrijd. We moeten gewoon zorgen dat we meer wedstrijden op hoog niveau spelen. Want zoals zij slaan, Boekarest, zo zien we niemand in Nederland slaan. Ja, misschien iemand van ons, maar ook niet. Dus dat is een beetje het probleem. We kunnen niet oefenen, dus we moeten tegen betere teams gaan spelen om dat niveau ook te kunnen halen. Ja, waar haal je die teams vandaan? Ik bedoel, misschien kan je dat niveau alleen maar opdoen bij Oranje, waar dan een paar van jullie mee trainen. Ja, we moeten of in België, Duitsland kijken of je teams kan strikken om tegen ons te spelen. Maar het is inderdaad lastig. Dus inderdaad, de trainingen van Oranje zijn ook iets om je niveau mee op te krikken. Maar oefenwedstrijden in Duitsland of België, daar praten jullie hard op over?
Ja, daar hebben we het over gehad, want we zien gewoon dat we Europees tekort komen. En in Nederland sta je gewoon dik bovenaan. Dan moet er iets gebeuren, want je wil natuurlijk Europees wil je eigenlijk ook verder komen. En ik denk dat we wel beter kunnen dan dat we in de Nederlandse competitie ook nog laten zien. De Sliedrechtsport is echt een heel gezonde club. Die heeft de begroting goed in orde. Dus volgens mij wat dat betreft de sterkste club van Nederland. En ja, waarschijnlijk ook met de sterkste selectie. Toch is Nederlands volleybal financieel gezien, ja, ik wil niet zeggen failliet, maar het gaat gewoon heel moeilijk. Is dat gat dan überhaupt te overbruggen? Om nog iets te betekenen in zo'n Challenge Cup? Ja, ik denk wel dat het kan, want er zijn genoeg speelsters die het niveau kunnen halen. Het is alleen, ja, je moet dus inderdaad wel op dat niveau kunnen oefenen. Want ja, als je dat nooit tegenkomt in de Nederlandse competitie, ja, dan ga je die ballen ook niet oefenen of kun je die ook niet verdedigen. Als je zo'n harde bal krijgt. Dus jij verliest met Sliedrechtsport twee keer hard van Boekarest, maar je denkt eigenlijk, Esther van Berkel kan het wel aan dat niveau. Nou ja, ik wil niet zeggen dat ik het niveau wel aan kan, maar ik denk als wij met z'n allen zouden trainen, meer zouden trainen op dat niveau, dan kunnen wij dat met z'n allen aan en niet alleen ik. Oké. En dit was vandaag was gewoon business as usual? Ja, zo kan je het eigenlijk wel zeggen. Nee. Nee, ja, vandaag is het gewoon je werk doen. En ja, als je zo'n eerste set verliest, dan zal de wedstrijd heel anders zijn. Maar je ziet gewoon dat wij de betere partij zijn en de betere ploeg zijn. Dus. Is dat misschien wel het grootste probleem tot nu toe dit seizoen, om geconcentreerd te blijven? Want voor de rest is de spanning wat minder groot. Ja, je ziet het. Je ziet gewoon dat je als je een paar punten voor staat, zie je het gewoon een beetje verslappen. Ja, want we hoeven niet ons topniveau te halen. En tegen Boekarest moet je je topniveau halen, wil je überhaupt kunnen winnen. Nou, blijkbaar kunnen we met ons topniveau tegen Boekarest niet winnen. En kunnen we hier met minder niveau wel winnen. En sta je hier dan na zo'n harde Europese uitschakeling tevreden? Omdat je hier zo makkelijk doet of eigenlijk toch een beetje gefrustreerd? Nou, misschien wel een beetje gefrustreerd, maar we moeten ook gewoon andere doelen gaan stellen in de Nederlandse competitie. We moeten gewoon niet alleen met 3-0 winnen, maar we moeten ook setstanden moeten gewoon dan maar met 25-15 winnen, desnoods. We moeten gewoon onze taken beter uit gaan voeren en nog beter gaan spelen. Dus ook mooier volleybal dan vandaag? Ja, zeker.